Welkom bij Vijf. Ja. Fijn dat je er bent. Ja. Mag ik jouw microfoon? Zeker. Okay. Dus je mag in je handen klappen. Fijn dat je er bent, Lilianne Ploemen. Al 30 jaar denk ik activist, feminist. Zeker, ja. En nu de allereerste vrouwelijke lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Maar het werd tijd ook, kun je zeggen. Hoog tijd. Nou, gelukkig is het gelukt. Ik zag een keer op een demonstratie een bord. I can't believe I still have to protest this shit. Heeft u dat gevoel nooit? Van, moet ik nou weer die barricade op? Nou ja, toen ineens weer het recht op abortus ter discussie stond. Toen dacht ik wel, dit had ik toch echt 20 jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat we in Nederland toch pal moeten staan voor het recht van vrouwen om, weet je, ongehinderd naar een abortuskliniek te kunnen lopen. Maar ja, goed, wat moet, dat moet. En het bewijs maar weer is dat je nooit achterover moet gaan leunen als het over vrouwenrechten gaat. Gewoon op blijven letten. Ja. Het is wel eens beter gegaan, hè, met de Partij van de Arbeid. Hebben jullie jezelf weten te hervinden na de vorige verkiezingsuitslag? Ja, zeker. Ja, we hadden natuurlijk de vorige verkiezingsuitslag. We hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar wel bedacht. Wat zegt ons dit? Wat moeten we daarvan leren? Dus we hebben nu een heel goed plan voor het land. In ons verkiezingsprogramma staat het allemaal. Ja, er is nog echt wel een meerwaarde relevantie voor de Partij van de Arbeid. Zeker. Vind jij dat het goed gaat in de wereld dan? Nee, toch? Ja, we kunnen zich ook voorstellen dat, omdat de Partij van de Arbeid is natuurlijk al een partij met een lange geschiedenis. Nou ja, dat jongeren denken van, ja, dat is misschien toch meer een partij voor mijn ouders of voor mijn grootouders. Anders ga ik wel op de SP of op GroenLinks stemmen als ik jong ben. Ja, nou, ik zou zeggen, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk de afgelopen decennia heel veel bereikt. Weet je, successen uit het verleden geven in dit geval echt wel ook garanties voor de toekomst. Ja, alles behalve een oude lullenpartij. Nee, natuurlijk niet. Nee, zo denk ik er echt niet aan. Nee. Ja, helder. Dankzij de PvdA zitten we nu opgeschreven met een leenstelsel, waardoor heel veel studenten zich diep in de schulden moeten steken. Inmiddels vindt uw partij dat een goede oude studiebeurs weer terug moet keren. Maar goed, de schade is natuurlijk al lang gedaan. Wat gaat u er concreet aan doen om die schade van de voorbije jaren weer recht te trekken? Ja. Wat gaan we doen? Want jullie hebben het afgeschaft, mede met andere partijen. Ja, nou, we hebben gezegd, we gaan weer terug naar de basisbeurs. Maar dat betekent dat de afgelopen jaren jongeren zich in de schulden hebben gestoken voor hun studie. Dus we laten nu door het Centraal Planbureau uitrekenen hoe die compensatie eruit kan zien. Ik kan me voorstellen dat u wel spijt heeft dat het leenstelsel afgeschaft is destijds. Kijk, waarom we dat in ons programma hadden staan was omdat we dachten, de dochter van de slager hoeft niet te betalen voor de zoon van de tandarts. Hè? We dachten dat het zou eigenlijk de kansen wat meer gelijk zou trekken. In de praktijk blijkt dat eigenlijk alle studenten ontzettend veel moeite hadden met die onzekerheid, die enorme prestatiedruk. Ja, en dan moet je ook onder ogen zien, het was gewoon niet zo'n goed idee. En dan moet je het ook weer durven veranderen. En dat hebben we gedaan. Wat kunnen we doen, behalve dan zo'n compensatie voor de afgelopen generatie, om ook die prestatiedruk en die burn-outs en zo, om die tegen te gaan? Ja, die burn-outs, dat moet natuurlijk toch niet iets gewoons worden. En ja, dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat veel jongeren financieel moeilijk rondkwamen. Dus naast hun studie ook nog een baan moesten hebben. Nu in deze coronatijd zijn ze die baan alweer kwijtgeraakt. De huur te hoog is. Dus het is niet alleen maar, denk ik, die studie die druk oplevert, maar gewoon, ja, hoe red je het in het leven? Ja, dan komen er ook andere dingen om de hoek kijken. De verhoging van het minimumloon bijvoorbeeld vind ik heel erg belangrijk. Nou, is het misschien, vindt u dat wel revolutionair, zegt de VVD ook, dat het minimumloon omhoog moet? Nou, gelukkig. Het kostte geloof ik wel wat moeite hoor, eer ze daar waren. Maar prima dat ze dat nu willen doen. Wat gaat u nog dan extra doen aan de arbeidsmarkt? Een vast contract moet gewoon de norm worden. We vinden dat er crisisbanen moeten komen. Ja, dat klinkt ook weer als een beetje wat oudere ideeën weer terughalen, toch? Ja, maar het is misschien wel fijn als je uit die bijstand kunt komen en aan het werk kunt gaan. En daar zijn die basisbanen voor bedoeld. Ja. Goed idee hoor. Helder. Hey, we weten allemaal dat vlees afschuwelijk slecht is voor het klimaat. Waarom wordt daar niet 3 dubbel zoveel belasting overheen gegooid? Ja, hele heldere vraag. Voordat we over vlees ingaan, wat kost een kilo gehakt, denkt u? Een kilo gehakt kost, ik zou zeggen, €15. Het is een stuk goedkoper. €5,49. Ja, maar ik koop alleen maar biologisch vlees. Ja, maar het kan zo goedkoop dus. Ja. Is dat niet veel te weinig? De boeren krijgen
te weinig een eerlijke prijs voor hun producten. Of dat nou groenten zijn of vlees. Mm-hmm. Wij willen heel graag de BTW op groenten en fruit verlagen. Ja, maar dan kies je voor om groenten goedkoper te maken, ja. Maar niet om vlees zwaarder te belasten. Zo is het. Ja, omdat mensen kunnen dan een eigen keuze maken. Maar voor die klimaatbelasting van dat vlees zou je eigenlijk moeten zeggen, maak het veel duurder, want dan ontmoedig je het. Ja, nou wij vinden bijvoorbeeld dat de veestapel gehalveerd moet worden en dat we boeren moeten gaan helpen om veel klimaatvriendelijker te gaan produceren. Ja, dus je wil het niet bij de consument neerleggen? Zo is het, ja. Okay. Ja. Maar zou het niet ook eerlijk zijn om te zeggen, luister, die klimaatverandering komt eraan en dat gaat ons allemaal toch wel geld kosten? Nou, het gaat ons wel geld kosten, maar de vraag is, waar leg je het grootste deel van de rekening neer? En waar help je mensen om inderdaad klimaatvriendelijker te wonen, te rijden? Maar is het ook misschien niet omdat u denkt, ja, anders krijg ik mijn achterban niet mee, of de gemiddelde Nederlander, als de klimaatverandering, de adaptatie zo duur gaat zijn? Nou ja, ik vind het heel redelijk om van degene die de grootste schuld dragen voor het probleem ook de grootste bijdrage te vragen. Ja, dus het is niet alleen een kwestie van geld. Het is ook hoe maak je het mensen makkelijk om wat meer oog voor het klimaat te hebben. Ja. Ik zag ook dat jullie aan een generatietoets willen doen, waarbij gekeken wordt of het beleid niet nadelig is voor jongeren. Klopt, ja. Ik dacht toen, moeten we de boomers niet meer laten betalen voor klimaatverandering? Oh, nou ja, kijk. Ze hebben toch alles vliegen. Ja, boomers zijn de schuld. Ja. Nou ja, kijk, we hebben een belastingstelsel, stellen wij voor. En er zijn boomers die het echt niet zo goed hebben, maar er zijn boomers die het geweldig hebben. Nou ja, die komen bij ons in het toptarief terecht van 60% belasting en betalen op die manier mee. Oké, we gaan door naar de volgende thema's. Ik ben benieuwd dat jullie starters op de woningmarkt willen helpen met het vinden van een betaalbare woning. Ik ook! Ja. Iedereen volgens mij. Ja, dat snap ik heel goed. Als je een huis wil kopen, dan vinden we dat er een premie moet zijn voor starters op de woningmarkt. Wij willen elk jaar 100.000 nieuwe woningen, ook betaalbare woningen bouwen. Nou, wilt u 100.000 huizen per jaar bouwen? Dat roepen meer partijen. Ja, ja, gelukkig wel. Gelukkig, ja. Maar hoe gaan we dat doen? Want dat halen we afgelopen jaren, haalden we dat telkens niet? Dat het de afgelopen jaren niet gelukt is eigenlijk wel heel tragisch, want dat had prima gekund natuurlijk. Waarom is het dan niet gelukt? Nou, dat moet u aan de minister vragen die daar de baas over was. Ja, wij denken dat het kan. En er zijn te veel woningen die nu in handen zijn van huisjesmelkers en speculanten. Dus we vinden, je koopt een huis om erin te wonen en je hebt er geen 590 nodig. Ja, dus, dat is Prins Bernhard. Dat is Prins Bernhard, ja. Dus we voeren ook een Prins Bernhard belasting in. Vindt hij niet leuk? Vindt hij niet leuk, maar is wel goed volgens mij om ervoor te zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor onder andere jonge mensen. Ja. We vinden ook dat er in de huurmarkt echt wel ingegrepen moet worden. Want de prijzen zijn natuurlijk krankzinnig, dus die willen we ook meer reguleren. Maar dat gaat niet vanzelf als je het aan de markt overlaat. Ja. We willen graag dat er weer een minister voor volkshuisvesting komt en ruimtelijke ordening. Is ook wel een beetje terug in de tijd, toch? Er was ooit een ministerie voor ruimtelijke ordening en milieu. Ja, een nieuwe tijd vraagt soms om nieuwe oplossingen. En een nieuwe tijd vraagt soms ook om weer terug te halen wat ooit heel goed werkte. Want ja, volkshuisvesting, het woord zegt het al, weet je. Die huizen zijn niet van de markt. Ze zijn van jou en van mij en van al die andere mensen die hier. Volkshuisvesting klinkt wel erg PvdA, toch? Ja, ja. Heerlijk woord. Ja, ja. Precies. Vrouwen verdienen in Nederland nog steeds 15% per uur minder dan mannen. Dat komt neer op ongeveer 300.000 euro in een werkend leven. Jullie willen de loonkloof dichten door bedrijven te verplichten man en vrouw hetzelfde te betalen voor hetzelfde werk. Maar discriminatie op seksen is sowieso al jaren bij de wet verboden. Dus wat is er anders aan jullie aanpak? Ja. Ja, we hebben al heel lang de wet gelijke behandeling. Hè? En iedereen moet gelijk behandeld en ook gelijk beloond worden. In de praktijk blijkt dat gewoon niet zo te werken, want ze heeft gelijk. Jij en ik verdienen op ons werkende leven 3 ton. Verliezen we. Ja. Dat is echt best wel veel geld. Waarom zitten wij hier nog? Ja. Ik las over een wet in IJsland. In plaats van dat werknemers naar hun baas moeten stappen en zeggen, goh, ik denk dat hij meer verdient voor hetzelfde werk, moeten werkgevers aantonen dat ze gelijk belonen. Stel je voor dat je ongelijk beloont, moet er een verbeterplan komen en daar wordt gewoon op toegezien.
En als je nou hardnekkig bent en jaren achter elkaar geen verbetering laat zien in je bedrijf, dan krijg je een boete. Ja. En gaan we dan ook bedrijven aan de schandpaal nagelen van, sorry, maar hier wordt ongelijk betaald? Ja, dat wordt natuurlijk gewoon bekend, want dat moeten ze, daarover moeten ze rapporteren, ook in een jaarverslag. Kijk, ik denk niet dat er in Nederland bedrijven zijn die expres vrouwen minder betalen dan mannen. Maar er zijn heel veel bedrijven die hebben gewoon te weinig oog voor al die mechanismes die een rol spelen, waardoor de uitkomst is dat vrouwen minder betaald krijgen. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook de stap die we moeten zetten als het om institutioneel racisme gaat. Dus het is ongewenst als meisjes met een hoofddoekje geen stageplek krijgen. Het is ongewenst als verhuurders discrimineren. Maar ja, daar moet je natuurlijk dan ook wel op handhaven. Ja, dus het zit hem misschien meer in handhaven dan dat er nieuw beleid komt, wat jullie betreft? Ja. Wat kan je nou echt doen? Ja. Om ja, tegen te nou, wij stellen voor om een staatscommissie in te stellen om te onderzoeken wat gaat er nu in Nederland mis? Waarom is er nog steeds institutioneel racisme en hoe kunnen we dat het beste bestrijden? Stond u ook op de Dam voor Black Lives Matter deze zomer? Ja, ik heb er gestaan, maar vrij kort, omdat het heel erg druk was. Dus ik ben na een kwartier weggegaan. Ja, en is er nog iets wat we kunnen leren uit de vrouwenbeweging die u zo goed kent? Van dat moet je vooral niet doen bij de antiracisme beleid. Oh, interessante vraag. Vrouwen protesteerden niet alleen maar op straat, maar ze werden ook onderdeel van ministeries. Hè? Wat je eigenlijk ook wil. Er is ook een tijd geweest dat daarmee alles een beetje afgevlakt werd. Je moet echt wel blijven uitspreken en je niet laten opslokken door het systeem, maar je moet het systeem willen veranderen. Dus iets als gender mainstreaming, dat soort woorden en zo, daar heb ik echt een ontzettende hekel aan. Ja, want? Het is zo'n soort verhullend taalgebruik en het lijkt dan, als we dan een vinkje zetten, oh ja, we hebben ook aan vrouwen gedacht, dat dan alles vanzelf goed komt. Maar zo is het niet. Er moeten echt dingen wezenlijk veranderen. Dankjewel, Lilian Ploemer. Nu zijn we weer van de camera af. Nou, mooi. En binnen de tijd. Ja. Tenminste, ja. Anders was Simone de trap woedend op, zwaaien. Ja. Graag gedaan. Ja.